Veilig werken in Microsoft 365. We gaan het hebben over MFA. Multifactor Authentication. Ja. Oftewel, twee keer inloggen. Ja, heel belangrijk. Ja, en nu zeg ik het zo en dan denk ik twee keer inloggen. Waarom moet ik in godsnaam twee keer inloggen? Maar... Nou, het is niet helemaal twee keer inloggen. Nee, dat klopt inderdaad. Wat heel belangrijk is, hè, als je Office 365 of Microsoft 365 hebt, dan kun je inloggen en vervolgens zit je in je programma. Maar dat betekent dat kwaadwillenden, die kunnen ook inloggen en die kunnen gewoon proberen net zo lang totdat ze erin zijn. Ja. Alleen doordat je MFA aanzet, oftewel Multifactor Authentication, kun je ervoor kiezen om een token te krijgen. Of, hoe lijkt dat makkelijk uit? Ja, misschien kun jij het een, iets makkelijker uit. Ja, eigenlijk is het, want je hebt een app, dus dan vul je gegevens in, krijg je een berichtje in echt een MFA-app. En dan krijg je of een cijfer die je moet invullen, of je hoeft alleen maar een goedkeuren ja. Dus je krijgt eigenlijk een tweede goedkeuringsproces via je telefoon, via de app. En volgens mij kun je ook via je mail. Ja, je kan via mail, sms of de app op dit moment. En de app is vrij makkelijk, want dan krijg je gewoon een goedkeuren ja of nee. Moet je volgens mij binnen een minuut of binnen 30 seconden moet je hem aangeklikt hebben. En dat is gewoon heel veilig. Dus dan is het, mocht iemand echt je wachtwoord hacken, dan moeten ze ook je telefoon hebben of een sms. En dat zorgt gewoon voor dat je eigenlijk dubbel veilig, dubbel beveiligd bent. Ja, en wat mij gewoon opvalt is dat heel veel organisaties dit niet standaard aan hebben staan. Ja. En daarmee dus een heel groot risico vormt. Ja. Dus, het is niet de eerste keer dat wij zien dat er echt gehackt wordt. Nee, het wordt continu gehackt eigenlijk. Alleen, ja, je merkt het niet omdat sowieso in Azure wordt al heel veel afgevangen. Maar ja, als je die MFA niet aan hebt staan, merk je het ook niet. Nee. Want ze zijn al in jouw account zonder dat jij dat weet. Ja. Dus je kan als organisatie dit echt als regelgeving eigenlijk hebben of eigenlijk gewoon instellen dat je niet anders kan inloggen. Ja, en het is redelijk eenvoudig in te stellen. En voor iedereen die het in moet stellen, kun je ook naar een URL gaan. Dat is aka.ms/mfa. En dan krijg je daar de uitleg hoe je het in moet stellen. Maar we kunnen eventueel een demo laten zien. Ja. Multifactor Authentication. Hoe zet je die aan? Aan de linkerkant tot hier is mijn machine, mijn gewone desktop. De rechterkant laat de iPhone zien in dit geval, maar het werkt hetzelfde op de Android. Je ziet hier dat Debbie is ingesigned. Nou, omdat het de eerste keer is dat we Debbie gaan opzetten voor Multifactor Authentication, in ieder geval in deze demo, gaan we het zo doen. Gaan we naar aka.ms en dan /MFA setup. Je ziet hem er al tussen staan. Die logt automatisch in. En wat je nu ziet is, er wordt meer informatie gevraagd. Vervolgens klik je op Next. Het is weliswaar Engels. Wat ik dan kan doen is, ik kan de telefoon zetten. Nou, selecteer ik mijn land, in dit geval Nederland. Dan gaan we even. Altijd als je hem nodig hebt. Nou, send me a text message, prima. Dat is de eerste keer. Als het goed is, krijgen we hier zo ook een text message. Hier is de text message. Overigens handig om te weten, als je in de iPhone kopieert, dan kun je direct plakken op een Mac. Dus dat is wel een handige tip. Zoals je ziet wordt die geverifieerd. En zal die zo verder gaan. Nou, klik op finish. Nou, hebben we die ingesteld. Nou,
En we kunnen ook nu de app instellen. En dat wil ik heel graag, want dat is juist eigenlijk de toegevoegde waarde. Want als ik elke keer een code over moet typen, dat is nou niet echt fijn. Dus ik klik hier op Setup Authenticator. Vervolgens krijg ik een code. Nou, en dan gaan we mijn scherm openen. Hij opent de... hij zegt dat hij hem niet opent. Geen bruikbare gegevens. En ik weet al waarom. Want ik moet naar de Authenticator app. Die open ik nu. Hier klik ik op plus. Vervolgens klik ik op werkaccount. QR-code scannen. En kan ik de QR-code scannen. Zoals je ziet gaat dit allemaal nog redelijk makkelijk. Aan de onderkant zie je nu het nieuwe account erbij gekomen. Vervolgens klik ik op Next en gaat hij de app verifiëren. Nou, vervolgens zie je dus ook meteen dat je krijgt goedkeuren of afkeuren. Nou, in dit geval goedkeuren natuurlijk. Hij zoekt mijn gezicht erbij, goedgekeurd. Nou, en nu is die geactiveerd. Dus nu is mijn Authenticator en je ziet hier iPhone van Paul staan. Zo zou je eventueel meerdere devices ook kunnen koppelen aan dit account. Vervolgens save ik hem, verify. Nou, dan krijg ik nog een keer het goedkeuren. Klik op goedkeuren. Ja, moet hij mijn gezicht zien. Oké, alles perfect gegaan, dus helemaal goed. Vervolgens zie je nog welke devices zijn gekoppeld. Prima. Ga ik terug naar office.com en log ik even hier uit. Sign out. We hebben even een schone browser gepakt om te checken of dat werkt. Het zou kunnen dat ik hem niet krijg nu, omdat ik hem al een keer geauthenticeerd heb. Zoals je ziet word ik gewoon direct doorgeleid. Normaal gesproken, wanneer dat je op een onbekende locatie komt, dan zul je zien dat de authenticator ingrijpt en dat hij gaat zeggen van hey, je moet een dual authentication gebruiken. En dan komt dus de app naar voren, authenticator, en kun je die gebruiken. Nou, in de demo kon je dus zien hoe het proces gaat van als je inlogt en je hebt MFA aan, dat je een melding krijgt om nog eens een keer goed te keuren. Laat het weten. Gebruiken jullie dit in de organisatie of denk je, shit, dit hebben wij echt nodig. We hebben geen MFA, maar het is wel echt belangrijk. Veilig samenwerken, maar veilig werken in Microsoft 365 is wel echt een topic die we echt wel vaak benoemen. En ook echt wel belangrijk is, maar we zien het ook terug bij onze klanten. Dus laat het weten. Ja, en mocht je zelf hulp hierbij nodig hebben in je organisatie, ja, neem dan gewoon contact met ons op en dan gaan we kijken hoe je verder kunnen helpen. Ja, en mocht je deze video nou tof vinden, duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube-kanaal om geen video's meer te missen.